Welkom bij Copa TV. Ik sta hier met oud-Ajax-spits Yannis Anastasiou. Hij is tegenwoordig hoofdtrainer van het Griekse Panathinaikos. Een van de deelnemers van de Copa Amsterdam. Meneer Anastasiou, hoe is het weer om terug te zijn in Amsterdam? Ja, is altijd leuk. En vooral in deze toernooi vind ik altijd prachtig. En is leuk voor de jongens en vooral de jongens van Panathinaikos om mee te doen. Veel jonge jongens. En een beetje ervaring te krijgen en hoe ze het op internationaal niveau te spelen. Dus ik vind het leuk en prettig. En als de dag de zon zo schijnt, dat vind ik ook weer mooi. Een beetje Griekse omstandigheden mee, hè? Ja, klopt. Ja. Maar u bent dus nu hoofdtrainer van Panathinaikos. En bent u hier nou als liefhebber of als scout? Want lopen er nou nog wat Griekse pareltjes tussen voor de toekomst? Of, Ja, ik ben vooral zoals liefhebber. Maar inderdaad, mijn gezin woont hier in Amsterdam. Dus ik heb... Je moet altijd hier zijn als je vrije tijd hebt. Dus, en ik kom in het toernooi. Maar ja, onze spelers zijn een paar spelers bij de eerste. Gespeeld dit seizoen. En zijn ook een aantal gaat het volgende seizoen komen. Dus ik wil de jongens van mijn eigen ogen zien. Hoe stonden ze op dit niveau. En met name de mentaliteit. Maar ook technisch en tactisch op dit niveau. Ja. Nou, dan is de stap van de Copa Amsterdam naar het WK natuurlijk heel erg klein. Volgende week begint het WK. En... Ja, wat vindt u van de kansen van Griekenland? Want Colombia, Ivoorkust en Japan, dat is geen kattenpis, hè? Ja, dit is een heel zware groep, vind ik. De namen misschien zijn niet zo groot, maar alle drie zijn gewoon echt sterke teams, vind ik. Met veel kwaliteit. En dat zou moeilijk worden, want Griekenland, ja, het is een team, ze spelen gewoon een bepaald tempo. En ook en de voetbal is een beetje voorspelbaar, als ik zou zeggen, hoe de Grieken spelen. Dus ik denk dat het zou moeilijk worden voor de Grieken. Maar ja, aan de andere kant, je bent nooit zeker met de Grieken. Dus dat ik verwacht dat gaat iets leuks gebeuren. We kunnen 2004 allemaal nog goed herinneren, hoor. Ja, ik hoop het. Dus ik hoop dat gaat iets leuks gebeurt. Maar we moeten afwachten. Nou, na het WK beginnen jullie met Panathinaikos weer vroeg. Want jullie spelen volgende Champions League, geloof ik. Bevalt het hoofdtrainerschap met Griekenland? Ja, bevalt goed. Dus een grote club is leuk. En bij dit jaar een nieuw project met de hele jonge spelers uit de jeugd. Ja, gelukkig goed gegaan. In het begin van het seizoen was het niet zo goed. Maar de jongens om een beetje te ervaren en om een beetje te aanpassen van dit nieuwe systeem en de nieuwe filosofie. Maar daarna ging het goed. En op het einde we zijn gewoon tweede geworden en de beker gewonnen. Dus ik vond het een goed seizoen gehad. En dan de laatste vraag. Zien we u ooit nog terug bij Ajax? Dat je weet nooit.